Aanpassingen gedaan aan de Alfa Romeo Mito van Jan. Hier is Jan. Hey Jan. Hoi. En dat willen we even laten zien in een videootje, dit is wel leuk. Hij staat nu mooi op de brug. Nou, Jan die houdt hem goed schoon aan de onderkant. Dat kun je wel zien. Hoe oud is deze auto al Jan? 14 jaar bijna. Nou 14 jaar, nou, zo ziet het er niet uit aan de onderkant. Schoon apparaatje. Nou, je kan de downpipe net niet zien, maar nou, we hebben sowieso een nieuwe pipe gemaakt. Die video staat ook, die staat er ook tussen, een aparte video van hoe we dat ding gemaakt hebben. Een mooi Everest pijpje. Dat is dan de onderkant van de auto. Schoon, netjes. Hoe doe je dat Jan? Met een ogendrukreiniger met een tipje? Met een haakzoekje. Dan gewoon eronder spuiten, af en toe even wat mooi sterk schuld erop spuiten. Nou, laten we hem even zakken. Die achterbumper die hebben we ook aangepast. Die vonden we iets te saai, dus hebben we een andere voor besteld. Het pijpje komt er mooi uit zo. Nieuw stuurtje erin. Dat was nog best wel een geklooi met die pinnetjes om die airbag eruit te krijgen. Ik ben nog 3 uurtjes werk geweest. Ja. Maar dat kwam door een klein beetje gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis, ja. Nu moet nog een uurtje. Ja, dan is het een uurtje, ja. Moet ik kapjes open als het goed is. Bij de Magic Happens. Hopsa. Nou, ik denk CDA luchtfilter erin. Er zit een grotere turbo in. De kapper moet even aanpakken. Nou, volgens mij is een slakkenhuis niet per se groter, alleen... Ja, wel iets groter, man. Het schoepenwiel, toch? Hij is wel groter, de originele turbo ligt hierboven. Oh ja, nee. Jawel. Dit is van die andere Mito. Ja, oh ja, maar dat is wel. Ja, inderdaad. Zullen we die anders even pakken? Ja, pak die gauw. Nou, kap is eraf. AB-project. AB-project sticker erop, jongen. Moet er wel op staan. Mooi man. Nou, dit was dus de originele turbo. Leg hem er even op. Je kunt het verschil wel zien. Ja. Sowieso dat slakkenhuis is veel groter dan die andere. Echt wel. Nou ja, en schoepenwiel wat erin zit is groter. Maar dat was iets met hybrid of zo? Nee, dit is normaal. Oké. Okay. Kan nog een upgrade doen rijden. Oh ja. Maar dan heeft hij een ander schoepenwiel of zo? Dan wordt hij geoptimaliseerd. Hij wordt gewoon aangepast. Iets groter schoepenwiel. De bovenkant van de kop eraf gehaald en we hebben er een scherpe nokkenhaas in gezet. Andere bougies. Andere bougies, ja. Betere bougies. Nou, de bougies die... Nou ja, dikkere downpipe, maar die kun je nou niet zien. Je zit hier achter de kap. Ja, je zit achter de kap. Ah. Wel netjes verwerkt. Ja, de intercoolers. Ja, de intercooler. Zit zo'n... Ik weet niet of je hier goed op beeld kan krijgen. Ja, ik denk dat je dat niet goed kan zien. Maar er zit een hele grote AirTag intercooler in. Ja, oké. Okay. Nou zie je wel, ja. Die past ook net. Ja, dat past allemaal net. Hij zit onder tegen de onderbumper aan. Nou, volgens mij hoefden we niks weg te snijden, toch? Dat moest bij die andere Mito moest dat wel. Nee, we hebben niks hoeven aangepast. Nee. Een nieuwe oliepomp. Ja, want die hebben we gesloopt. Die hadden we gesloopt bij het afhalen van de nokkenhaas. Daar moet je dus heel erg mee oppassen. Er zit een verbindingstukje tussen je nokkenhaas en een pompje. En als die niet goed zit en je draait de bovenkant van de kop aan...
Ja, dan knapt hij. Even hier doen. Ja, leg maar neer op de werkbank. Hier, nou, dit is de oude knokker. Dit is dus dat bovenste stuk. En waar zat die je multi-air unit? Multi-air unit zit hierboven. Die zat hier, ja. Hier zit een verbindingstukje op. Die valt hierin, in de nokkenas. Maar ja, die zat niet goed. Dus wij draaiden de bovenkant vast op de kop. Ja, en toen knapte dat ding. Ja, toen konden we dus een hele andere pomp halen met een verbindingstukje. Deze kleppen worden bediend door de multi-air unit en deze worden direct door de nokkenas bediend. Ja. Zodoende. Nou, is wel leuk. En toen hebben we laten zien de riemen vervangen. Een stukje van de binnenkant. Vervangen. Ja. Gewoon eigenlijk gelijk een dikke beurt erbij. Dat is een beetje alles wat we gedaan hebben aan blok. Ja, dan is hij dus van 135 pk naar 200 pk gegaan. 200 pk op de weg mee. Alleen door een op de weg afgesteld, ja. Dus niet op de rollerbank, want dat is meestal dan nog weer anders. Dan heb je meestal minder pk's dat je dat daadwerkelijk op de weg hebt. En dat hebben we dus gedaan met een intercooler, een grotere turbo. En een scherpe knokkenhout eigenlijk. Ja. En niet eens andere injectoren, toch? Nee, dat moet je dan doen als je naar... Ja, maar dan kun je dus nog weer hoger. Dan kan je dus nog meer brandstof erin spuiten. Maar we hebben het maar even zo gelaten, want het gaat al hard zat. Nou ja, het heeft ook niet zoveel nut, want de versnellingsbak komt met 350 Nm aan. Oh ja, ja. En hij heeft nu al 340, dus je kan qua pk's wel de lucht ingaan, maar qua snelheid ga je... Qua 0 naar 100 ga je niet meer sneller, want... Ja, oké. Okay. Ja. Hij kan gewoon niet meer koppelen aan. Ja. Nou, hier zit een kastje voor de klep. Dat zag je net wel, er zit een klep voor extra herrie. Voor de buurman. Alleen voor de buurman. Als je een klote buurman hebt, dan zit je hier aan. Dan gaan we straks even een rondje doen en dan gaan we even een beetje van 0 naar 100 trekken. Wat beelden maar aan. Ja, die borden liggen goed. Thank you.
Nou, het is ondertussen al donker, we hebben slecht beeld, maar dit is het einde van de video. Dit is het einde van de video. Tot de volgende keer, zullen we maar zeggen. Adieu.